Het is vandaag de 11e van de 11e en onder de rivieren weten we dan wel hoe laat het is. Op veel plaatsen is inmiddels het carnavalseizoen weer afgetrapt. Ook in Nijmegen, Knotsenburg, werd vanochtend om precies 11 minuten over 11 het glas geheven op de Grote Markt. Vandaag is het carnavalseizoen weer geopend in Knotsenburg en dat wordt zoals elk jaar weer groot gevierd. Zo wordt het carnavalsfeest dit jaar geopend door prins Wilfred I van carnavalsvereniging Sint-Stevenskruppers, die de Knotsenburgsjaal omdoet bij Marieke van Nimwegen. Het carnavalsfeest dat elk jaar afgetrapt wordt op de 11e van de 11e, opende op de Grote Markt van Nijmegen en was dus niet te missen. Ja, wij hebben nu net de opening van het carnaval van de 11e van de 11e voor het seizoen 2024-2025 verwezenlijkt. We gaan straks hele mooie foto's en video's maken bij iconen van de stad. En dat gaan we vanmiddag verwezenlijken. Dus uiteindelijk al mijn kabinetsleden weten hoe het feestje gevierd moet worden. Naast het kabinet van prins Wilfred I is er dit jaar ook weer een jeugdraad. Zo was jeugdprins Tim I ook aanwezig bij het feest. Ondanks dat hij nog zo jong is, is hij zeker niet onbekend met carnaval. En betekent het veel voor hem dat hij dit jaar jeugdprins mag zijn. Ik ben in de zomervakantie gevraagd of ik de jeugdprins van Knotsenburg wilde worden. En toen zei ik heel hard, ja, dat wil ik wel. Ja, ik ben eigenlijk in een carnavalsfamilie opgevoed. Want voordat ik in de wieg lag, vierde ik al mee. En ik ben nu de vierde generatie in onze familie die prins is. Dus dat is wel heel leuk. Nou kijk, uiteindelijk is het zo, je bent carnavalist in hart en nieren. En wat is het mooiste, en dat gaf ik net ook aan in mijn onderscheiding, om voor te gaan in het feestgedruis, maar ook mensen een hart onder de riem te steken. Het feest wordt komende week nog voortgezet. Zo gaan ze nog een aantal dagen het carnavalseizoen aankondigen. Zaterdag 1 maart zal het echte carnavalsfeest beginnen. Tot die tijd zal het kabinet zich dus voorbereiden op het grootste feest dat dan plaats zal vinden. Oh, daar wordt een schobbelaar aangeboden. Die kunnen we ook zeker gebruiken natuurlijk in deze tijd, de schobbelaar. Ja, we hebben nog een paar weken te gaan, want dan begint de adventtijd. De adventtijd is gebruikelijk dat je als kabinet zijn niet in deze hoedanigheid in de openbaarheid treedt. Dus de komende weken hebben we nog een aantal activiteiten gepland staan. En uiteindelijk op zaterdag 1 maart, vindt het carnaval plaats. Dus we hebben nog een hele lange tijd te gaan. En dan gaan we 4 dagen, eigenlijk 5 dagen knallen in Knotsenburg. Samen! Gezondheid!